Kijk, vertalen. Gaan we het naar de praktijk vertalen? En Arjan van den Berg zal ons meenemen in een stukje waardering. En waardering ten behoeve van de BOA is toch iets anders dan de waardering zoals wij die gewend zijn, zou ik eigenlijk willen zeggen. En die zal een stukje theorie geven, maar ook in de praktijk, hoe doe je dit nu precies? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? In de korte tijd die er beschikbaar is, zal hij daar een aanzet toe geven. Dan hebben we een korte pauze om toch scherp te blijven. En vervolgens gaan we verder met Jan Wietsma. En die geeft de bedrijfskundige highlights van de WOA weer. En hij zal ook daarbij stilstaan van wat doet de Belastingdienst op dit moment. En waar moet je op letten bij continuïteit. Nou, ik verwacht dat we dan rond 4:15 ongeveer klaar zijn. Uiteraard is vanwege het beperkte gezelschap de mogelijkheid om tussendoor nog vragen te stellen. Maar we hebben ook aan het eind gereserveerd om vragen te kunnen stellen. Dus ik wil jullie namens MKB Kredietcoach van harte welkom heten. En ik wil graag het woord geven aan Benne van Leeuwen, die ons zal meenemen in de juridische highlights van de WOA. Dankjewel, Bert. Ik zit nog heel even, want ik heb wat sheets die ik aan jullie wil laten zien. En, die kan je delen via share screen. Ja. Dat weet ik. En ik, elke keer moet ik je weer vragen, Jan. Waar doe ik dat ook weer? Onderaan de balk. Er staat share screen. Daar heb ik weergave, opmerkingen, normaal, dia, lees, dia voorstelling. En dan weet ik even niet. Moet je dia voorstelling. Je moet even, eerst moet je share screen doen. Oh, wacht even. Zie je het? Ja, want ik heb nu dia voorstelling gedaan, maar dat heb ik dus te vroeg gedaan. Even kijken. Dan share screen staat onder hier. Af. En dan doe ik eerst share screen. Ja. Oké. En dan doe ik dia voorstelling. Ja. En dan komt hij erin, hè? Ja, als het goed is wel, ja. Ja? Zien jullie hem? Ja, je moet wel even op dit ding eens klikken, hè? Op share screen. Welke presentatie je wilt delen. De share screen. Dat heb ik nu gedaan, maar... Dan moet hij in beeld komen. Ja, bij mij staat hij in beeld, maar bij jullie dus niet. Nee. Wat doe ik fout? Ik heb hem er weer even uitgehaald. Excuus, dit had ik eerder moeten doen. Ik heb nu share screen ingedrukt. Nu ga ik naar dia voorstelling, Jan. Ja, nee, eerst naar je PowerPoint presentatie. Ja, die heb ik in mijn scherm staan. Ja, je moet je PowerPoint, daar moet je op klikken. Ja, die staat open. Nee, die staan hier om. Je moet erop klikken dat je die wilt delen. Als je die PowerPoint niet aanklikt dat je die wilt delen, dan kan die niks. Ik sluit hem af, ja. Ja. Ik sluit hem af. Dan klik ik erop. Ja. Maar dan moet ik hem in mijn computer openen. Dat is niet anders. Ja, dat klopt. En nou wil ik hem delen. En waar doe ik dat dan? Dia voorstelling? Doe ik dat boven? Je moet eerst share screen doen. Als je share screen doet, kom je terug op je eigen scherm. Ja, dat heb ik gedaan, share screen. Ja, op je share screen. Dus heb je eigen scherm en dan moet je naar het scherm gaan wat je wilt delen. Daar moet je op dubbelklikken. Ja, het gaat mij. De vorige keer is het mij steeds gelukt, maar nu dus niet. Nou, want misschien kunnen we doen. Dan doe ik het zonder. Dat we beginnen met Arjan. Of is dat voor de volgorde? Okay. Dan doe ik het gewoon zonder dat ik de sheets deel. En dan kunnen die nagestuurd worden. Misschien anders dat dan de beste sheets delen, dan doe ik het wel even ondertussen. Dat kan ook wel. Ja. Begin jij maar vast en dan deelt Bert wel even de sheets. Goed, nou, we hebben vandaag maar beperkt tijd. En ik heb nu al 5 minuten van uw tijd zitten verklungelen. Dus ik ga dat goed maken. Ja, je hebt nog 20 minuten hoor nu. Ja, prima. De WOA is een in de wet ingevoerd herstructureringsmiddel wat een onderneming kan gebruiken als er liquiditeitsproblemen zijn, maar er nog wel continuïteitswaarde is. Daarmee is deze regeling eigenlijk een regeling die heel veel vergelijking vertoont met de turnaround management die we in de praktijk hebben. En de vraag is dan, waarom heb je nou zo'n middel nodig? Want we hebben toch een faillissementswet. Die faillissementswet voorziet in allerlei regelingen, ook als je akkoorden wil aanbieden. Dus waarom zou je dan nog een extra regeling nodig hebben? Nou,
Dat wil ik met jullie proberen duidelijk te maken door eens even door de kaders van de WOA-regeling heen te lopen. Uitgangspunt is dat het een vorderingsrecht, hè, want daar gaat het om. Je gaat schulden saneren door een percentage te betalen tegen finale kwijting. Dus in feite ga je mensen een recht ontnemen. Iemand heeft recht op een bedrag en dat bedrag krijgt hij niet. Dat is een eigendomsrecht, zoals wij dat in Nederland hebben gedefinieerd. En daarmee wordt iemand dus een recht ontnomen. En naar de wetgeving kan iemand nooit een recht worden ontnomen, tenzij die aanspraak op zijn rechten maakt uit hoofde van misbruik van recht. Dus dat betekent dat iemand nooit gedwongen kan worden om te accepteren dat hij minder krijgt dan waar hij voor gewerkt heeft. Dus een vordering is een recht en dat recht is een eigendomsrecht en daar moet je vanaf blijven. In de faillissementen kennen we een dwangakkoord, maar dat is echt alleen gelegitimeerd in een faillissement en in een surseance en in een persoonlijke saneringsregeling en voor de rest nergens. Je ziet in de praktijk dat er steeds geprobeerd is om de rechter mee te krijgen om schulden ook buiten de kaders van het faillissementsrecht te saneren. Het eerste toonaangevende arrest daarvoor, wat ik jullie toch wil noemen, dat is het payroll-arrest. Het zal op mijn sheet staan, uit 2005, waarin de Hoge Raad nog eens een keer heeft gezegd dat het uitgangspunt is in het recht dat iedereen zijn eigen vordering mag verhalen op het volledige vermogen van zijn schuldenaar. En dat betekent dat een schuldeiser nooit genoegen hoeft te nemen met minder dan dat. Kijk, dankjewel Bert. Dan moet jij hem bedienen, denk ik zeker. Ja. Dan moet je nog één sheet verder gaan als je wil. En dan, ja, nou weer één sheet verder. Ja, dankjewel. In het V&D-arrest, wat van 2017 is, dan maken we 12, 13 jaar sprong in de tijd, is opnieuw geprobeerd in het kader van de problemen bij V&D om zeg maar ingang te laten vinden dat je zonder gebruik te maken van de faillissementsregeling een schuldeiser kan bewegen tot het aangaan van een akkoord en dus het prijsgeven van een deel van zijn vordering. Ook in dit arrest heeft de Hoge Raad weer opnieuw de uitgangspunten bevestigd dat een schuldeiser daartoe, behalve bij misbruik van recht, niet toe gedwongen mag worden. Gaan we naar de volgende sheet. Heel kort geleden, in het jaar 2020, in december 2020, is in het kader van een voorbereiding van het faillissement van D-reizen, is in een kort geding geprobeerd, ook hier weer opnieuw, een buitengerechtelijk akkoord af te dwingen. En ik heb deze overweging even volledig opgenomen in een dikgedrukt gedeelte in paragraaf 4.2. In 4.1 zien jullie de verwijzing naar de twee arresten die ik net noemde, het payroll-arrest en het V&D-arrest. En in dit arrest zegt de Hoge Raad, of zegt de rechter opnieuw, in kort geding, de president, dikgedrukt, dat een gedwongen deelname aan het buitengerechtelijk akkoord, dat alleen kan worden opgelegd, dus de weigering kan alleen onrechtmatig zijn als de uitoefening van die bevoegdheid wordt misbruikt en de schuldeiser naar redelijkheid aanvaarding van dit aanbod niet had kunnen weigeren. En slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan daar plaats voor zijn om zo'n bevel aan de schuldeiser te geven en wel op grond van de redelijkheid en billijkheid. Nou, er zijn even een paar kenmerkende elementen in de jurisprudentie. En daar kunnen jullie uit begrijpen dat eigenlijk de rechter opnieuw gezegd heeft, een buitengerechtelijk akkoord buiten de kaders van de faillissementswet, daar willen wij niet aan, tenzij het echt in het oog springend onrechtmatig is, onredelijk is om niet mee te werken aan een buitengerechtelijk akkoord. Graag de volgende sheet. Nou, tegen deze achtergrond moeten jullie de WOA zien. En uitgangspunt van de WOA is dat er dus toch een rechtvaardiging is gekomen om in te grijpen op dit vorderingsrecht wat schuldeisers hebben en een wettelijk kader te bieden dat je niet failliet gaat, maar dat je wel een schuldeiser kunt vragen en door de rechter kunt laten dwingen om deel te nemen aan een akkoord. En het uitgangspunt daarbij is dat de schuldeiser niet slechter mag worden van de WOA. En dat noemen we in een mooi Nederlands begrip de best interest of creditors. Want het is uit Engeland en uit Amerika overgewaaid.
Nou, dit is een kaderregeling. Dus de wetgever heeft ook eigenlijk gezegd, nou, wij gaan een kader geven, maar de ondernemer en de schuldenaar is geheel vrij in het zelf maken van zijn akkoordregeling. En de hele herstructurering is in principe volledig vrij en eigenlijk is alleen de rechter nodig op het moment dat je wil homologeren. Tot dat moment heb je een rechter niet nodig. De regeling staat open voor iedere ondernemer. We hebben inmiddels jurisprudentie voorbij zien komen dat als je geen ondernemer bent, en dat ben je ook niet meer als je je onderneming gestaakt hebt, dan staat de regeling niet open. Wel even belangrijk om te bedenken, omdat de WOA-regeling niet alleen geschreven is om een bedrijf in continuïteit een akkoord aan te laten bieden, maar ook een regeling te laten aanbieden ter liquidatie van een onderneming, omdat men ervan uitgaat dat de liquidatie ook tot een beter resultaat leidt als je dat niet door een faillissement en een gedwongen executie heen laat lopen. En in dat hele verhaal kan je kiezen voor een besloten of een openbare procedure. Ik ga dat nu verder niet uitleggen in het tijdsbestek van vandaag. Maar het is wel van belang dat je ziet dat bijna alle zaken die gepubliceerd zijn besloten procedures zijn. En dat is vervelend, omdat je daardoor heel veel informatie die persoonsgebonden en ondernemingsgebonden is, niet krijgt. We krijgen wel de motivering en die zijn gelukkig de laatste tijd wat meer leesbaarder dan in het verleden. Maar eigenlijk beperken de gepubliceerde uitspraken zich tot het geven van de juridische kaders waarbinnen je moet handelen. En krijg je geen inkijkje in de feitelijke uitwerking van het akkoord bij de betrokken ondernemer. Volgende sheet graag. Volgende sheet, Bert. Ja. Je ging er eentje twee. Ja. Ja, wat is het criterium? Dat is wel heel belangrijk, want anders, we hebben ook al jurisprudentie gezien dat de WOA niet is toegelaten. Omdat je moet kunnen aantonen, en dat is een beetje tussen mal en dwaas zou je kunnen zeggen, je bent niet failliet, maar als je niks doet, ga je wel failliet. Dat is eigenlijk heel kort in plat Nederlands gezegd wat de WOA voor eis stelt. Dat is in strijd met, of dat is afwijkend van artikel 1 van de faillissementwet, waarin staat dat je failliet gaat als je hebt opgehouden te betalen. In een WOA heb je niet opgehouden te betalen, maar zoals dat gezegd wordt in de memorie van toelichting, er is geen realistisch perspectief om een faillissement te voorkomen, dan alleen door middel van het herstructureren van je schulden. En dan zou je zeggen, maar die regeling kennen we toch al, want we hebben toch de regeling surchance van betaling, want die is ook een regeling die openstaat voor een ondernemer die voorziet dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. En dat is dus wat anders dan bij een faillissement dat je je betalingen hebt gestaakt. Toch heeft de WOA een aanvullende werking, omdat de surchance regeling een akkoordregeling kent die net als de faillissementsregeling alleen ziet op de concurrente schuldeisers, daar waar de WOA ziet op alle schuldeisers. Dat zie je al gelijk bij de positie van de aandeelhouders die ik even wil aanstippen in het bestek van vandaag. Want bij een gewone, bij een surseance, die kan je aanvragen buiten de aandeelhouder om. Een faillissement heb je de aandeelhouder voor nodig, want dat is een aandeelhoudersbesluit. Maar bij de WOA komt de aandeelhouder helemaal niet te pas. Sterker nog, de aandeelhouder wordt een klasse aan schuldvordering. De aandeelhouder is ook gewoon een kapitaalverschaffer, zoals de WOA de schuldpositie beschrijft. En dat betekent dat de aandeelhouder buitenspel wordt gezet voor wat betreft de hele herstructurering en als schuldeiser in het verhaal wordt betrokken. En daarmee is de aandeelhouder schuldeiser geworden en is de aandeelhouder geen sturende partij in het creëren van het kader voor de regeling tot sanering. Nou, hoe gaat het? De regeling heeft veel vrijheid. Maar wat altijd vereist is dat je een startverklaring deponeert. Dat geeft je toegang tot de rechter. Pas als je een startverklaring hebt gedeponeerd, kan je ook tot invulling van het akkoord overgaan. En een belangrijk punt, wat je steeds in de jurisprudentie ziet terugkeren, is dat de schuldeisers en de andere betrokkenen volledig geïnformeerd moeten worden. Daar komen we zo nog even op terug. Die volledige informatie eist dat er een herstructureringsplan wordt geschreven.
Ik noem dat wel eens het ondernemingsplan 2.0. Je moet niet alleen een ondernemingsplan schrijven, maar je moet ook uitleggen waar het met de onderneming fout ging en waarom je door middel van een herstructurering van oordeel bent dat het naar de toekomst toe weer beter gaat. En die informaties die nodig zijn, somt de wet allemaal op in artikel 375. Dat is echt een kernbepaling in de hele WOA-regeling. En het is ook heel belangrijk dat een ondernemer van tevoren heel goed nadenkt wat die informatieplicht inhoudt. Ik kom daar straks even aan het eind op terug als het gaat om alle afgewezen homologaties. Want daar zie je dat het steeds over de bandbreedte van de informatieplicht verkeerd gaat. De rechter moet namelijk afwijzen als daar niet aan is voldaan. Daarom wil ik ook in dit tijdsbestek de maatwerkvoorziening even noemen. Omdat de maatwerkvoorziening een specifieke bepaling in de regeling is, waardoor je tussentijds als herstructureringsdeskundige of als schuldenaar aan de rechter toetsing kunt vragen van deelbeslissingen die je wil nemen. Bijvoorbeeld of de rechter de klasseindeling juist vindt. Bijvoorbeeld of de rechter de liquidatiewaarde en de herstructureringswaarde juist beschreven vindt. Bijvoorbeeld of de rechter het gerechtvaardigd vindt dat je de ene schuldeiser anders behandelt dan de andere schuldeiser en dus eigenlijk ingaat tegen de wettelijke paritas creditorum, waarin staat dat elke schuldenaar op gelijke wijze naar gelijke rangorde behandeld moet worden. Nou, die hele procedure moet je doorlopen en dan kan je naar de rechter toe gaan en het uiteindelijke akkoord ter homologatie voorleggen. En als het akkoord voldoet aan de wettelijke eisen, dan zal het worden gehomologeerd. En dat betekent dat dat onherroepelijk is en een executoriale titel biedt en de schuldenaar schadeplichtig maakt als hij dat niet nakomt. Want het is gewoon een overeenkomst. Let op, want in deze situatie moet je erop bedacht zijn dat een besluit tot toewijzing van een homologatie of tegelijkertijd een afwijzing van de homologatie het laatste besluit is wat een rechter neemt en vaak ook het eerste besluit is. En dan is het gewoon einde verhaal. Je ziet op dit moment één keer dat er een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad is gesteld. Daar kan ik straks nog wel wat over zeggen als dat aan de orde komt. En aan de andere kant zie je dat wat in alle wetgeving in Nederland uitgangspunt is, dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad altijd cassatie in het belang van de wet kan instellen. En er is nog een beroepsmogelijkheid in het kader van het internationaal recht, wat ik in het kader van vandaag even verder onbesproken wil laten. Wat voor de praktijk van belang is, is dat de ondernemer zich kan laten ondersteunen door een observator. Dat kan, de observator kan benoemd worden door de rechtbank op eigen verzoek van de schuldenaar. Maar het kan ook op verzoek zijn van een herstructureringsdeskundige. Het kan ook plaatsvinden wanneer een akkoord wordt gehomologeerd, omdat de rechter graag een advies wil hebben van een onafhankelijke derde. En het kan dus ook op verzoek van een schuldeiser of ambtshalve door de rechter. Nou, wat doet die observator nu? Die observator is toezichthouder. Hij houdt toezicht op de totstandkoming van het akkoord. Hij houdt ook toezicht op de haalbaarheid van het akkoord. En hij houdt toezicht op de informatievoorziening. En daarnaast adviseert de observator. Dat betekent dat een observator eigenlijk geen beslissingsbevoegdheid heeft. Maar zoals wellicht enkele van jullie bekend zijn met de prepack praktijk. Hij is de spin of the wall, de spider on the wall, die meekijkt en die meeoordeelt en die advies geeft, maar eigenlijk niet aan de knoppen zit. Hij staat op afstand. Dat is anders met de herstructureringsdeskundige. Weliswaar is de schuldenaar de leidende persoon in de WOA. Hè? Hij is debtor in possession, zoals dat zo mooi heet. Maar zowel de schuldenaar als ook een aandeelhouder of schuldeisers of de personeelsleden, die kunnen aan de rechter vragen om een herstructureringsdeskundige te benoemen. En als een rechter wordt ingeschakeld voor een maatvoorziening, voor een afkoeling of voor iets anders, kan ook de rechter zelf ambtshalve zo'n herstructureringsdeskundige benoemen. En dan gaan de panelen toch een klein beetje schuiven. Want ten eerste is de vraag wie moet die herstructureringsdeskundige zijn. Nou, er is geen protocol, er is geen lijst zoals bij curatoren waar de rechter uit kan kiezen.
Kortom, je moet zelf minimaal twee alternatieven aanbieden wie als herstructureringsdeskundige zou kunnen worden aangewezen. Dat is heel belangrijk, want er zijn al meerdere uitspraken geweest dat een herstructureringsdeskundige te veel bevriend was met de ondernemer of met een andere partij en daardoor niet voor benoeming in aanmerking kwam. De herstructureringsdeskundige heeft een andere functie dan de observator. De herstructureringsdeskundige die gaat veel meer de diepte in en die heeft ook een belangrijke taak, namelijk het voorkomen van schijnen van belangenverstrengeling. Hij moet bemiddelen, hè, dus hij gaat ook actief meedoen bij het bereiken van een akkoord wat ze willen aanbieden. En daarvoor moet hij ook het vertrouwen winnen van alle betrokken partijen. En daarom wordt in de parlementaire geschiedenis ook gezegd, en ook in de wet is dat opgenomen, dat de herstructureringsdeskundige onafhankelijk, onpartijdig moet zijn en doeltreffend moet handelen. Daarnaast staat in de parlementaire geschiedenis en niet in de wet dat een herstructureringsdeskundige financiële kennis moet hebben, juridische kennis moet hebben en verbindend moet zijn tussen alle betrokken partijen. Zodra de herstructureringsdeskundige is benoemd, is hij exclusief verantwoordelijk voor het indienen van een akkoordverzoek voor homologatie. Dus daar waar de schuldenaar debtor in possession is en zelf beslist wat er gebeurt, gaat hij zijn verantwoordelijkheid delen met de herstructureringsdeskundige. Ja, sterker, hij kan zijn gedachten daar neerleggen, hij kan plannen maken, maar de herstructureringsdeskundige beslist uiteindelijk wat hij gaat voorleggen aan de schuldenaars en wat hij niet gaat voorleggen. Dus je moet als schuldeiser wel, of schuldenaar wel heel erg op je tellen passen als er een herstructureringsdeskundige komt, omdat je, net als in een surseance overigens, verantwoordelijkheid gaat delen. We hebben er net gezien dat basis van de hele WOA is informatie, informatie, informatie. De herstructureringsdeskundige moet dus volledig worden geïnformeerd en om te voorkomen dat een ondernemer dat vervelend vindt, heeft de herstructureringsdeskundige een geheimhoudingsplicht en kan hij overigens ook, als dat noodzakelijk is, weer ontslagen worden. Dus de herstructureringsdeskundige die wordt omgeven met dit soort middelen om te zorgen dat hij zijn werk zo vrij mogelijk kan doen. Om de hele procedure verder te begeleiden, bij de rechtbank hebben we een landelijk procesreglement die aangeeft hoe het proces moet verlopen. De praktijk is dat elke rechtbank een eigen WOA-rechter heeft. En de praktijk is dat op dit moment nog steeds elke zitting samen gedaan wordt met twee andere WOA-rechters uit een ander arrondissement, zodat men aan de ene kant met elkaar leert en aan de andere kant een homogeen beleid kan ontwikkelen, zodat het er niet toe doet of je nu in Groningen of in Amsterdam of in Maastricht je verzoek neerlegt. Eigenlijk moet elke ondernemer in Nederland ervan op aankunnen dat elke rechter in Nederland op dezelfde manier met deze wetgeving omgaat. Van belang is ook dat de ondernemer zich wel altijd voor het uiteindelijk indienen van een verzoek moet laten bijstaan door een advocaat. Nou, zoals net al gezegd, de startverklaring geeft toegang tot bijzondere verzoeken. Wat je heel veel in de praktijk ziet, eigenlijk steeds, is dat elke homologatie en elke voorbereiding van een akkoord gepaard gaat met een verzoek tot afkoeling. Dat is een begrip uit de faillissementwet, waarin staat dat zo geregeld is dat een schuldeiser niet aan de goederen van de boedel mag komen. Dat kan een eigenaar zijn die onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd. Dat kan een pandhouder of een hypotheekhouder zijn die zijn zekerheden wil uitwinnen. Dat kan een andere schuldeiser zijn die goederen in consignatie heeft gegeven. Kortom, er kunnen allemaal redenen zijn waarom iemand zegt, ik merk nu dat het niet meer lekker loopt, ik wil mijn positie veiligstellen, ik wil mijn goederen terughalen. Nou, dat kan ook te maken hebben met het uitwinnen van beslag. Als je in een verzoek kunt aantonen dat je met het aanbieden van een akkoord die je binnen 2 maanden zult gaan indienen, alle belangen van de schuldeisers zult dienen en dat schuldeisers daardoor niet beperkt worden in hun rechten, dan kan de rechter een afkoeling gelasten voor maximaal 4 maanden te verlengen tot maximaal 8 maanden. En de rechter kan dan besluiten om er tegelijkertijd een observator bij te benoemen die dan toezicht houdt op de zuiverheid van het hele proces. En het effect van de afkoeling is dus dat er geen verhaal meer kan worden genomen op goederen van de boedel, behoudensmachtiging van de rechter,
dat beslagen niet kunnen worden geëffectueerd, dat een verzoek tot het uitspreken van het faillissement of een surseanceverzoek wordt geschorst van rechtswegen en dat pandrechten en hypotheekrechten en eigendomsrechten niet kunnen worden uitgewonnen. Kortom, de bedoeling van de afkoeling is de boedel bij elkaar te houden en het traject veilig te stellen. Nou, iedere schuldeiser, beslaglegger en pandhouder die zegt op ene moment, ja maar wacht even, nu zijn de panelen zo aan het schuiven dat niet langer van mij gevraagd mag worden dat ik mijn rechten niet mag uitwinnen, kan naar de rechter gaan en vragen om de afkoeling te beëindigen. Wat ik jullie niet wil onthouden in het tijdsbestek, ik geloof dat ik nog aardig binnen mijn tijd ben op dit moment, is dat we inmiddels 45 uitspraken hebben die gepubliceerd zijn vanaf dat de WOA is geboren tot de dag van vandaag. En wat ik jullie niet wil onthouden is dat er 6 uitspraken zijn die gaan over het homologeren van een uiteindelijk akkoord. 3 keer heeft de rechtbank ja gezegd en 3 keer heeft de rechtbank nee gezegd. En als je die uitspraken analyseert, dan zal je zien dat er 3 keer een homologatie is goedgekeurd en dat in al die zaken telkens alle schuldeisers of in ieder geval alle klassen van schuldeisers instemden met het akkoord. Er waren dus geen tegenstemmers. In de beginfase is er zelfs een uitspraak geweest dat de rechter zei, ambtshalve moet ik deze homologatie weigeren, maar omdat niemand in zijn belang geschaad wordt, zal ik de homologatie toewijzen. En in de 3 keer dat de rechtbank nee gezegd heeft, zien we steeds dat er schuldeisers oppositie voeren. Zien we ook dat klassen tegenstemmen. En op dat moment zie je dat de rechtbank eigenlijk de verantwoordelijkheid overneemt van de schuldeisers die bezwaar maken. En ambtshalve gaat toetsen. En steeds in al die uitspraken zie je als eindconclusie dat de rechter zegt in meer of mindere mate dat niet is voldaan aan de informatieverplichting. En dat daarom niet wordt toegekomen aan de bezwaren van de bezwaarmakers, maar de rechter al ambtshalve het akkoord afwijst. Dat is wel heel bijzonder, want je ziet daarmee dat eigenlijk de rechter vrij leidzaam homologaties laat gebeuren als er geen bezwaren worden gemaakt. En dan zou je zeggen, ja, dan kan je net zo goed een onderhands akkoord aanbieden, want dan heb ik die rechter eigenlijk helemaal niet nodig immers, hè, want dan spreken we het gewoon met elkaar af. En op het moment dat er toch wat oppositie komt, gaat de rechter heel kritisch kijken. En dat is gelijk het bruggetje naar de voordracht die Adriaan zal doen. Wat je ziet in 2 van de 3 uitspraken is dat het misgaat, omdat de rechter onder meer worstelt met de vraag of nou op voldoende mate is aannemelijk gemaakt dat de liquidatiewaarde en de herstructureringswaarde op juiste wijze is vastgesteld. Waarbij ook opvalt dat de rechter dan steeds voorbij gaat aan de adviezen van de observator. Want in 2 van de 3 afgewezen homologaties heeft de observator positief geadviseerd. En heeft de observator gezegd, blijkens de motivering van de rechtbank, dat aan alle informatie-eisen is voldaan. En dat de observator het allemaal kan volgen en het kan billijken. En vervolgens gaat de rechter er toch mee aan de haal en zegt de rechter, ja, maar wij vinden toch dat het onvoldoende is onderbouwd en daarom vinden wij toch dat er een rechtsgrond is tot afwijzing van de homologatie. En het vervelende is, wat ik net zei, de beslissing van de rechter is bindend en is niet aan hoger beroep onderworpen, dus we hebben het er gewoon mee te doen. Kort gezegd, we zitten nu in een leerproces van hoe de WOA zich gaat ontwikkelen. Daar waar bij aanvang van de WOA de gedachte was, de WOA is alleen bedoeld voor de grote ondernemingen, is de WOA tot nu toe hoofdzakelijk ingezet voor de kleine ondernemingen, voor het midden- en kleinbedrijf. En is de grote vraag, kan het midden- en kleinbedrijf eigenlijk de WOA wel gebruiken? Omdat steeds als oppositie wordt gevoerd en het verweer is, ik heb onvoldoende financiële middelen om een gedegen waardering te laten maken van mijn onderneming naar liquidatie en naar herstructureringswaarde. De rechter zegt dat dat er niet toe doet en dat de ondernemer toch eigen deskundigen had moeten inschakelen om hem te laten adviseren
over hoe die waardes moeten worden beoordeeld. Dus voor mij is de grote vraag, net als bij de prepack in het verleden, hoe de WOA zich verder de komende tijd gaat ontwikkelen als middel om buitengerechtelijke akkoorden toch een gerechtelijke legitimatie te geven door middel van de homologatie. Ik wilde het in de eerste termijn, Bert, hierbij laten. En dan ben ik volgens mij netjes binnen mijn tijd gebleven. Nou, heel helder verhaal binnen. Mooi ook om te zien dat de WOA inderdaad, zoals jij schetst, nog zijn bestaansrecht moet bewijzen tussen minderlijk en faillissement eigenlijk. Ja. En dat er toch nu heel naar opgezocht wordt van wat het bestaansrecht is. Maar ook wat we in de verdieping laten zien, dat je hier een mooi drukmiddel hebt om de middellijke traject weer veel beter af te ronden. Dus nou, dat is een stap verder. Interessant, goed. Ik denk dat het heel nuttig is om een stap verder te gaan met Arjan, want het begrip liquidatiewaarde werd al genoemd. En hoe ga je dat dan doen? Dus we gaan één stap verder. Doe je zelf de slides of zal ik ze voor je doen, Arjan? Als jij ze zou willen doen, heel graag. Ik ga ze pakken, moment. Iedereen overigens van harte welkom. Ik ben Arjaan van den Berg. Ik zou jullie een niet zo intensief, maar waarschijnlijk wel even deskundig met jullie mee kunnen nemen hoe we nu de zaken wat praktischer kunnen aanpakken. En daarvoor wil ik jullie straks meenemen naar twee sheets. En ik wil jullie een beetje meenemen naar een hulpstuk wat op internet staat, wat we als akkoordzoeker.nl, daar kan je al wat meer informatie over vinden. Het idee is dat je als herstructureringsdeskundige of wellicht als team wat zich binnen de onderneming bevindt, een plan moet gaan maken. Je zult jezelf moeten gaan afvragen van ja, wat is nou belangrijk, wat is minder belangrijk, wat speelt hier nou eigenlijk echt, wat is de oorzaak ervan. Al die kwesties, daarvoor zul je enigszins ja, een structuur moeten gaan aanbrengen en de applicatie zal je daarbij kunnen helpen. De eerste zin die ik er ook over opgenomen heb is dat we tijdens de opleidingsdag ook meteen aan de slag gaan met het programma. Om enigszins een vorm te laten geven. Ik kan eventueel wel straks even wat laten zien over akkoordzoeker. Laat ik eerst even wat verder gaan. En dan kan je zien dat de elementen die aangeraakt worden, onder andere door Benne, waar je die enigszins een plaats kan geven. Want mijn insteek is toch vooral, hoe kan je hier nou vanuit de praktijk een hands-on manier mee gaan werken? Er zijn zoveel kwesties die in juridische zin al aan de orde zijn. En voorafgaande al die elementen zul je jezelf zeggen een financieel plan moeten maken. En dat financiële plan is eigenlijk mijn ding. En een van die elementen daarvan is dus die waardebepaling. Dus we gaan het hebben over het introduceren van waarderen. Ik heb het overigens niet direct over de WOA. Ik heb het altijd direct over het samenstellen van een middellijk akkoord. Maar wel binnen het regime van de WOA, zodat je ook kan zien van oké, als we dan bezig zijn, hoe ver zijn we dan als we merken dat er weerstand is, als er tegenstanders zijn, als we een klasse niet mee kunnen krijgen. Want dan zouden we wellicht toch die rechtbank nodig hebben. Dus in mijn opzet, in het leerstuk, ga ik vooral in op hoe kunnen we het plan zo maken, financieel gezien. Maar op den duur dus ook als het binnen een ander format moet komen. Dus als het van een informele procedure naar een formele procedure gaat. Ja, hoe dan de elementen in elkaar grijpen. Dus we gaan het hebben over methodes. We hebben het over de taxatie van activa. We zullen zien dat er ook twee sporen zijn. Die tegelijkertijd eigenlijk wel een beetje opvolgend op elkaar zullen doorlopen. En de eerste fase waar je mee bezig bent is waar zijn we nou? Wat hebben we nodig? Waar gaat het in grote hoofdlijnen naartoe? En
met diezelfde informatie zal toch vaak blijken dat we een financierder aan boord moeten zien te krijgen. En dat indienen van die financieringsaanvraag, daar heb je diezelfde informatie eigenlijk voor nodig als dat je bezig bent je herstelplan te schrijven. Dus dat maakt eigenlijk dat je een soort van twee sporen traject moet doorlopen. Je stelt een aantal dingen samen, je doet een levensvatbaarheidsonderzoek, het is overigens geen onderdeel van de opleiding. En ook niet een onderdeel van het financieel plan schrijven. Maar al die informatie bij elkaar, die heeft ook die financierder nodig. En daar zit op dit moment bij de casussen waar ik aan werk toch nog wel vaak de bottleneck. Want die financierders, zeker als je het hebt over de vier systeembanken, die zitten niet zo teer te wachten op een onderneming die in deze fase zit. Dus die zijn een beetje huiverig. Zeker omdat ze ook nog niet precies weten hoe die WOA nou zijn effect gaat krijgen. En dan, er is één uitspraak waar Benne naar verwees, waarin de Rabobank met 4-5 man heeft geopponeerd. En daardoor is ook het homologatieverzoek afgewezen. Ja, op het moment dus dat er zo'n bank zichzelf allerlei dingen gaat afvragen en dus ook duidelijk een partij is, dan wordt het eigenlijk allemaal een stuk moeilijker om dit allemaal te gaan realiseren. Dus die banken die zijn ook zich allemaal aan het indekken en zijn zich aan het onderzoeken in welke financiële kwesties zij ze nu nou belangrijk voor hun zijn. En in de voorfase zijn ze dus überhaupt al helemaal afhoudend als ze een nieuwe financiering moeten afgeven. In dit geval lukte het voor mij ook niet zo heel makkelijk om een nieuwe financiering te krijgen, want de ondernemer was al boven de 57. Dus die komt dan eigenlijk al minder makkelijk in aanmerking voor een hypotheekkrediet. En dat maakte in dat geval dat zo'n voorfase waarin je die financiering op orde moet krijgen, best lastig is. Dan komt het eigenlijk min of meer te liggen bij de informals. Want als je het hebt over tot een ton of 250.000 euro, dan zul je toch niet zo gauw investeringsfondsen ervoor warm kunnen krijgen. Goed. Je ziet al een beetje waar ik vooral naartoe ga. Dat is dat je een bepaalde redenatie moet hebben met de gevonden informatie die je bij elkaar hebt. En die redenatie die komt onder andere voort uit de waardebepalingen die je doet. En om bijvoorbeeld tot de bepaling van de reorganisatiewaarde te komen, moeten we ons afvragen van ik moet in ieder geval prognoses maken op basis van bijvoorbeeld de DCF tot een bepaalde waardebepaling komen. Ik moet correcties doorvoeren. En op het moment dat je daarmee bezig bent, moet je jezelf afvragen, maar snap ik eigenlijk die balans wel van die klant van mij? Mij lijkt daardoor het juist zo handig dat je met de huisaccountant voornamelijk deze financiële plannen al aan het ontwikkelen bent. Want die snapt natuurlijk die balans wel en die ziet dan ook meteen, ik moet die balans die ik nou al die jaren grotendeels wel gevuld heb, maar nooit opgeschoond heb, die moet ik nu eens beginnen met gaan opruimen. Dus een keer gaan toewerken naar een situatie waarin het bezit duidelijk wordt van de schuld en dat aan die schuldposities ook daadwerkelijk personen hangen die straks in die stemronde mee kunnen komen. Nou, tegelijkertijd hebben we nog een tweede heel belangrijk element, dat is die liquidatiewaarde. Of eigenlijk moeten we het hebben over de uitkeringswaarde. We zullen nog enigszins rekening moeten houden met de kosten die er ooit bij faillissement zouden gehanteerd moeten worden. En dan gaan we dus van liquidatiewaarde naar uitkeringswaarde. En als je die dan met elkaar vergelijkt, die reorganisatiewaarde en die liquidatiewaarde, kom je tot een nieuw soort inzicht. Dat nieuwe inzicht, en dat is zeker voor de WOA heel erg belangrijk. Want als nu die reorganisatiewaarde lager is dan de liquidatiewaarde, dan weet je eigenlijk al wel, waarschijnlijk is het hier, de voortzetting niet interessant. We zullen waarschijnlijk moeten failleren, want de liquidatiewaardeopbrengsten zijn hoger dan de ondernemingswaarde. Dat inzicht dat ontstaat vanzelf op het moment dat je je financieel plan aan het ontwikkelen bent. En daar moet je ook echt wel de ruimschootste tijd voor nemen. Minimaal toch wel een maand ben je bezig om enigszins de zaak op orde te brengen. Zelfs al zou je alle informatie vandaag al hebben.
Op het moment dat je deze twee elementen, reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde, enigszins in beeld hebt, en dan komt op een zeker moment komt die financierder terug en die zegt, oké, wij zien het zitten om hier een bepaald bedrag te financieren. Maar dan blijkt die bijvoorbeeld niet gelijk te zijn aan het waarde die als reorganisatiewaarde is berekend. Dus we hebben een effect dat er een nieuwe kapitaalstructuur ontstaat. En die is vaak lager dan de reorganisatiewaarde. Maar natuurlijk weer hoger dan de liquidatiewaarde. Op het moment dat je dus daar sprake van is, dat je zegt, oké, de onderneming is 100.000 waard, er is een financierder die gaat 80.000 financieren. Oké, dan is hier dus wat te verdelen. En die verdeling, dan gaan we dan een gesprek aan met de schuldeisers van, oké, hoe sta jij in de race? Zou je accepteren dat een bepaald percentage voor jou acceptabel is? Ja. En zo bouwen we eigenlijk het hele plan zo gaandeweg enigszins op. Misschien kan je door naar de volgende sheet, Bert. Als er nou eventueel vragen zijn, doe eventjes dat je me op speaker zet. Dan kan je wat mij betreft wel even een vraag stellen. Anders dan ga ik verder met hoe ik op dit moment de hands-on restructuring in 2 dagen in de komende leergang heb opgezet. En wat ik zoveel mogelijk probeer te doen is vanuit die praktijk te werken. En ik heb hier aanvankelijk had ik hier 16 punten opgeschreven. Van 1 tot en met 16. Maar ik heb ze toch weer onderverdeeld. Want ik wil met name nu even gaan de aandacht vestigen op die 8 rode onderdelen. En die eerste 3, waarin we zeggen, oké, we hebben een takenpakket van een herstructureringsteam. We hebben een opdrachtbevestiging. Ook daar zul je jezelf enigszins een weg in moeten zien te vinden. Als die cliënt bij jou een opdracht neerlegt, dan zul je in fases een aantal afspraken met hem moeten maken. En het derde punt is het levensvatbaarheidsonderzoek en oorzakenanalyse. Is echt superbelangrijk. Maar kan ik in het onderdeel van het financieringsplan eigenlijk niet behandelen. Wat er eigenlijk op dit moment voor de cursus, denk ik, het belangrijkste zijn, dat zijn die 8 rode elementen. Waarbij ik dat blauwe sterretje even gemarkeerd heb, want dat is doorgaans voor financials toch wat nieuwere werkzaamheden. Dan heb ik het over het maken van een prognose. Als we als financial toch gewend zijn om vooral het verslaglegging te doen en achteruit te kijken, dan is het ontwikkelen van een prognose, cijfers vooruitkijken en meedenken met die ondernemer waar het kan verwachten de komende 5 jaar, dat is toch wel een nieuwe soort activiteit. Hou me te goede, degene die dat natuurlijk al vaardig zijn en iedere dag doen, dan is het natuurlijk een andere kwestie, maar dat zal doorgaans niet zo het geval zijn. En de tweede blauwe punt die ik bij punt 8 heb aangegeven is dat je als iedere schuldeiser moet afvragen van welke klasse hoort deze nou eigenlijk thuis? Ben noemde al eventjes als iets in conciliatie is of dat het in eigendomsvoorbehoud is geleverd. Daarvoor zul je eventjes achter je oor moeten krabben welke klasse ik die dan zou plaatsen. Ik moet er soms ook al even over nadenken van wat bedoelt die ondernemer nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk zijn idee wat hij met deze schuldeiser heeft afgesproken? Dat is vaak niet heel duidelijk, dus we moeten er eventjes wat verder naar vragen. Maar dat is ook iets dat we onszelf wat meer moeten oefenen, zodat we wel weten in welke klasse die thuis hoort. En of dat er misschien voorafgaand het akkoord het beter is dat die goederen al als ze eigendomsvoorbouw zijn geleverd, misschien teruggaan. Of dat er duidelijkheid wordt verschaft over wat die vordering nou eigenlijk betekent. Dat is toch eigenlijk vaak het enige wat er een beetje lastig is. Voor financials. Wat is nou die betekenis daarvan? Ik wil nog even teruggaan naar de eerste 8 punten. Ik zie dat ik nog wel enige tijd heb. En nogmaals, als je vragen hebt hierover, dan kan je altijd eventjes inbreken.
Wat ik vaak tegenkom is dat dat balans opschonen en dat bijwerken, geen gangbare praktijk gedurende het jaar is. En als je één keer per 3 maanden met de administratie van de cliënt in aanraking komt en het dan even snel er doorheen haalt, ja, dan heb je dus op het moment dat je aan zo'n akkoord wil gaan beginnen, en dan heb ik het echt wel over de wat kleinere ondernemingen, ja, dan zul je jezelf af moeten vragen, maar ja, wat zit er eigenlijk in? En wat zijn nou precies de namen van degene die er verbonden zijn aan die claims, aan die vorderingen? Als je daar nog een tijdje aan moet werken, ja, dan is dat soms een beetje zonde misschien van de tijd. Maar aan de andere kant, je ontkomt er niet aan. Je zult het toch moeten doen. Want anders kom je... Je kan natuurlijk niet zeggen van nou, ik heb er 10.000 euro op de balans staan aan de passiva zijde. En vervolgens kunnen we onszelf niemand vinden waaraan we dat akkoord zouden kunnen voorleggen. Dus als daar ooit 10.000 op geboekt is, als een soort kruispost of als een vraagpost, of als het ooit als een kost geboekt is, maar eigenlijk nooit verder verwerkt is in de rest van de mutaties, ja, dan zul je zien dat daar nog wel eventjes wat tijd voor nodig is. Nou, hoe is de akkoordzoeker nou verder opgebouwd? Die gaat eigenlijk uit van de laatste jaarrekening. En die laatste jaarrekening, die gebruiken we ook om de prognose verder op te zetten. We gebruiken niet zozeer de balans van de laatste jaarrekening, maar het is meer de verlies- en winstrekening. En ja, iemand zal moeten gaan zeggen of die omzet enigszins binnen dezelfde range blijft als dat die afgelopen jaren was. Het maken van die prognose is eigenlijk het allerbelangrijkste voor het akkoord. Ik ben er nou al begin van dit jaar mee bezig. En iedere keer als ik dan een nieuwe casus ga invoeren, dan lijkt het opzetten van die prognoses eigenlijk zo eenvoudig en zo weinigzeggend. Maar binnen het hele kader van het hele proces is het idee wat er in de komende 5 jaar te ontwikkelen is qua omzet en kosten en kastroom, is het allerbelangrijkste. Dus daar hangt wat mij betreft eigenlijk alles aan vast. Als die prognose nou aangeeft dat er een hele lage kaststroom bijvoorbeeld is, ja, dan zal dat ook een hele lage financiering aan kunnen trekken. Is het een beetje een behoorlijke kaststroom, ja, dan zul je al gauw denken dat er andere de zaken aan de orde komen. Dan is de reorganisatiewaarde is hoger. Dan is kijken andere mensen anders tegen het bedrijf aan. Dus ik kan eigenlijk niet sterker erop aandringen om die prognose, dat daar de aandacht voor moet komen. En uiteindelijk uit die prognose is dus omzetkosten en vervolgens dat er ook daadwerkelijk die kaststroom uit berekend wordt. Want op basis van die kaststroom komt dus die reorganisatiewaarde. Nou, dan ga ik al gauw naar punt 4, waarin die belangen van de verwachtingen en die waardebepaling en die financiering dus besproken gaan worden. En alles krijgt eigenlijk steeds weer een klein tikje. Doordat je het ingevoerd hebt en doordat je die informatie bij elkaar hebt, kan je weer een klein stapje verder zetten in je eerste plan. In tussentijd doen we bij punt 6 een soort tussentijdse rapportage voor die financiering. We stoppen al die gegevens in de data room en we geven gewoon toegang tot de data room aan de financierder. En met de nodige toelichting die we per mail kunnen doen, een gesprek zal leiden. En ja, uiteindelijk moet die financierder zijn aanvraag redelijk op orde brengen bij de desbetreffende bank of financieringsinstelling. En ja, met behulp van die data. Als ik die op orde heb, dan kan ik daarna de stapeling van financiering enigszins gaan vormgeven. Dat is, vaak is dat een deel van die nieuwe financierder. Informal. Een deel van de bestaande financiering, de huisbank hier. En misschien wel gedeelte van de bestaande aandeelhouder of vriend of kennis. Dat maakt eigenlijk allemaal dat je jezelf een beetje beter
ja, weet hoe nou precies die RW en die LW tot elkaar in verhouding staan. En op het moment dat ik daar aangekomen ben, zou ik die definitieve indeling van klasses eigenlijk verder kunnen gaan en naar een voorstel kunnen gaan om met schuldeisers in gesprek te gaan. Hier houdt wat dat betreft het financieringsplan wel redelijk op. Tenminste, niet zozeer de applicatie houdt op, want de applicatie gaat nog verder. Je kunt daarna nog de stemprocedure doorlopen. Maar dat gaat toch vaak wel met dealmakers of advocaten in gesprek. En als je even daar bent, dat je zegt, oké, ik heb ook de stemprocedure doorlopen, kan je met de applicatie een rapportage opstellen. Dus alle gegevens bij elkaar halen en de tekst die je mee wil sturen naar de rechtbank gaan bewerken. Er worden concepten, templates voor aangeboden. Dus ik hoop dat iedereen daar dan ook op den duur zoveel mogelijk de voordeel mee kan doen. Dit is een beetje mijn eerste inleiding over wat hands-on restructuring is. Ik hoop dat ik daarmee voldoende duidelijkheid heb geboden. Ik zal waarschijnlijk veel te snel weer zijn gegaan. Sorry daarvoor. Als iemand een vraag heeft, kom erop. Dan kan ik je daar verder een antwoord voor geven. Ik zou bijvoorbeeld ook even gelegenheid kunnen nemen, als er nog tijd is, Bert, om naar de applicatie te gaan. Wat denk jij? Voordat we afronden en dan nog vijf doorgaan, dan de antwoord en dan kunnen we achteraf altijd even naar de applicatie toe gaan. Oké. Wat heel interessant is inderdaad, wat is blijven hangen, ook denk ik veel aanwezigen, is het grote verschil tussen liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde. Ook het feit hoe dat interactief, hoe de waardes blijven bewegen. En wat uit de ervaring ook is gebleken, hoe jouw model van een hele nuttige tool is om geslaagd de eis te komen richting de diverse partijen. Ik wilde voorstellen om 5 uur te continueren. Dan hebben we een korte pauze. En om 5 uur gaat Jan Wietsma door met deel waar die meer de bedrijfskundige highlight van de WOA zal vermelden. En als we dan de tijd over hebben, gaan we in de vragen en de applicatie van Arjan natuurlijk. Om daar een stukje van de sluier van op te lichten. Goed, het is 5 uur en ik zal verder gaan met het onderdeel waarbij je misschien als accountant wat meer gevoel bij hebt of als financial professional. En dat gaat meer over hoe ga je nou die ondernemer met die schulden op een goede manier helpen? Hoe identificeer je nou of waar je die ondernemer moet helpen? Maar ik denk wel belangrijk is om te zien dat als het gaat over herstructureren, dat het belangrijk is dat je echt aandacht hebt voor verschillende aandachtsgebieden. Dus aandacht hebt ook voor de juridische kant, maar ook voor de waarderingskant. Maar bijvoorbeeld ook, waar we ook nadrukkelijk bij stil zullen staan, bijvoorbeeld als je de opleiding doet, is ook de mentale kant van de ondernemer. Dus in hoeverre kan die ondernemer nou eigenlijk al die veranderingen die noodzakelijk zijn nog aan? Maar wat ik vandaag zal doen is jullie meenemen op een aantal hoofdlijnen waar je ook vandaag al wat mee kan als het gaat over het gesprek aangaan met de ondernemer en acties die noodzakelijk zijn om de ondernemer bij de les te houden. En kijk, wat we natuurlijk zien op dit moment is dat het met een deel van de ondernemingen eigenlijk heel goed gaat. Hè? Dus daar hoef je eigenlijk helemaal op dit moment niet zoveel aandacht aan te besteden. Hè? En we hebben natuurlijk ook een aantal ondernemingen die met de nodige creativiteit, de steun van de overheid, het hoofd boven water houden. Hè? Dat is wel een categorie ondernemingen die je de komende tijd wel extra in de gaten moet houden als adviseur, financial professional. En je hebt natuurlijk een deel wat, ondanks alle steunmaatregelen, zich toch ernstig zorgen maakt over het voorbestaan van de onderneming. En een aandachtspunt hierin is dat uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers die zich heel veel zorgen maken over het voortbestaan van de onderneming zich eigenlijk niet zo snel melden bij partijen.
Vandaar ook dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de KVK een programma is gestart, wat Geldfit heet, om ervoor te zorgen dat die ondernemer niet te lang blijft wachten. Nou, op het moment dat jullie met je eigen klanten te maken hebt, is het ook goed om te identificeren welke klanten lopen sneller tegen problemen aan en welke niet. En daarin ook wel een stukje selectie te maken van wie ga ik nou als eerste helpen en wie wat later. Wat heel nadrukkelijk blijkt is dat er best wel zorg is over de liquiditeitspositie van de onderneming als de economie weer open gaat. En wat blijkt bijvoorbeeld van banken is dat ze zeggen, ja weet je wat, er staat heel veel geld op de bankrekening. Maar ja, weet je, als we alle schulden eraf trekken, die zouden meteen opeisbaar zijn. Ja, dan hebben we misschien wel te maken met een onderneming die meteen zwaar in de problemen komt. Nou, de Belastingdienst die vanaf 1 oktober... in ieder geval weer normale betalingen wenst en vanaf 1 oktober volgend jaar graag wil dat ook de achterstallige schuld wordt ingelopen. Kijk naar financiers, nou, naar verhuurders, daar zijn we vandaag niet op ingegaan. Ja, maar er zijn natuurlijk nog heel veel verhuurders die gewoon geld te goed hebben omdat de achterstallige huurpenningen zijn. Nou, kijk naar de UWV met terugbetaling van NOW en de TOZO en... En ik denk dat we daar in de TVL ook nog, gerechtsdeurwaarders die zich langzamerhand weer beginnen klaar te stomen om uiteindelijk toch weer procedures op te starten. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon overige crediteuren. En wat daarnaast een rol speelt is dat, omdat de economie qua richting aan het veranderen is, ondernemingen ook gewoon geld nodig hebben om de bedrijfsactiviteit weer op te starten. Maar ook om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk weer in staat zijn om op lange termijn ook voldoende perspectief te hebben. De vraag is dan, gaan al die voorgestelde betalingsregelingen nou wel of niet werken? Een van de dingen is wel van dat uit de inventarisaties vanuit de overheid en andere partijen blijkt dat we wel rekening moeten houden dat zo'n 50.000 ondernemingen in Nederland eigenlijk niet in staat zijn om vanaf 1 oktober 2022 aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Dat betekent dat deze ondernemingen op een andere manier behandeld moeten worden, ook door bijvoorbeeld de Belastingdienst, maar ook bijvoorbeeld als er banken zijn of andere financiers. En ik ben zelf ook wel betrokken bij een aantal herstructureringen op dit moment, waarbij echt, je ziet dat je goed samen moet werken met die diverse partijen om uiteindelijk weer licht aan de horizon te krijgen. Nou, onderhandse leningen bij familie, vrienden en collega-ondernemers, dat komen toch heel veel tegen. En zeker in de horeca zie ik dat heel veel, dat er heel veel geld vanuit familie of privé ingestopt is. Maar dat zie je ook in de detailhandel. En de vraag is maar of die leningen ooit terugbetaald kunnen gaan worden, of er voldoende liquiditeit opgehoest kan worden om dat voor elkaar te krijgen. Nou, wat we natuurlijk ook nog niet heel erg weten is van hoe gaan banken en overige financiers zich nou opstellen? Zijn ze soepel of zijn ze juist heel streng? En nou, mijn ervaring is dat ze afhankelijk van het perspectief mee willen denken als ze geloven dat de onderneming nog levensvatbaar is. En ze moeten daarvoor op dit moment genoegen nemen met dat betalingen of aflossingen laten plaatsvinden, dat ze dingen zien, dat ze heel actief meedenken. Ik heb een laatste onderneming gehad die eigenlijk op 1 augustus 50.000 euro in zou moeten lopen op zijn rekening courant. Nou, en de bank heel nadrukkelijk uitgelegd dat echt tot grote problemen zou leiden. En de bank heeft gezegd, nou, dan stellen wij die aflostermijn, die stellen we met een jaar uit en dan gaan we het opnieuw beoordelen. Maar in de tussentijd moet je dan wel werken aan een levensvatbaarheidsplan, want we moeten uiteindelijk wel weten wat het echte perspectief is. Nou, en vergeet niet dat ook banken, Belastingdienst, uiteindelijk ook wel weten dat er een WOA is en ook wel snappen dat als ze helemaal niks doen, dat ze dan misschien wel in het traject komen dat ze uiteindelijk door een rechter gedwongen gaan worden. Dus je ziet dat de WOA voor Belastingdienst en voor financiers ook wel een soort stok achter de deur is om in ieder geval proberen er op een goede manier met elkaar uit te komen. Nou, wat je ziet is ook wel dat er een ongelijk speelveld is, dat een deel van de ondernemingen vindt dat zij veel harder getroffen zijn door alle overheidsmaatregelen dan anderen. En dat er heel veel discussie is over wat mag een overheid uiteindelijk kwijtschelden en dat soort zaken.
Nou, deze moeten we even overslaan, die had er niet in moeten. En als we dan kijken, hè, dan gaat het uiteindelijk over levensvatbaarheid. Ja, als we kijken in de discussies met financiers, met schuldeisers, hè, en als we ook kijken naar de WOA, dan gaat het uiteindelijk over, is de onderneming nou wel of niet levensvatbaar? Nou, en het aardige is dat met de Belastingdienst en de banken en andere marktpartijen, en bij Nederland bijvoorbeeld, hè, waar we deze definitie van levensvatbaarheid ondertussen wel hebben vastgesteld. Hè, een onderneming is levensvatbaar in de situatie dat het business- en verdienmodel van een onderneming na een eventuele schuldsanering dermate robuust is, dat deze voldoende kaststroom genereert om aan de verplichtingen met betrekking tot het aflossen van schulden, inclusief eventuele betalingsregelingen, en het betalen van rente kan voldoen, als mede voldoende ruimte laat om de noodzakelijke groei en vervangingsinvesteringen te financieren en de ondernemer privé voldoende middelen geeft om van te leven. Nou, er staan natuurlijk een heleboel zaken hierin, hè, maar wel belangrijk is, hè, van dat die onderneming uiteindelijk gewoon weer zelfstandig kan opereren en dat uiteindelijk iedereen na een eventuele schuldsanering of een betalingsregeling toch weer aan zijn trekken komt. En dan is het belangrijk dat die schuldeisers, die gaan ervan uit dat op het moment dat je met levensvatbaarheid aan de gang gaat, dat je dan een periode van 3 tot 5 jaar vooruit kijkt. Dus niet, nou, halen we volgend jaar nog, maar heel nadrukkelijk, wat gebeurt er de komende 3 tot 5 jaar? En de Belastingdienst zegt, ja, eigenlijk willen we gewoon weten van, oké. Nu komt een onderneming bij ons, zegt, nou ja, weet je wat, ik moet regelingen hebben en dat soort dingen. Nou, dan willen we ook wel weten dat die over 6 jaar ook nog wel bestaat. Want ja, dat is nou eenmaal de periode van de betalingsregelingen. Want het eerste jaar hoef je helemaal niks af te lossen en daarna moet je 5 jaar tijd de rest schuld aflossen. Dus ja, dat is wel wat we willen. Nou, daarvoor hebben we, als vanuit de accountants wel gezegd en financieel adviseurs, is wel heel lastig, 6 jaar is wel heel erg lang. Maar goed, je ziet wel dat er comfort gezocht wordt en dat mensen echt wel proberen daar tussen die 3 en 5 jaar uit te komen. Dus dat is belangrijk ook in gesprekken met klanten. Op het moment dat je met schuldeisers in gesprek gaat, dat je wel een perspectief biedt wat verder kijkt dan een jaar verder, om het maar zo te zeggen. Nou, een ander punt wat heel erg belangrijk is dat ook heel erg gekeken wordt naar in de kern financieel gezonde onderneming. Hè. Dus er wordt gezegd, oké, dit is een levensvatbaarheidsplan, maar is die onderneming nou ook in de kern financieel gezond? Hè? Was die onderneming voordat corona kwam nou eigenlijk ook nog wel financieel gezond of waren er toen eigenlijk al problemen? Nou, wat heel erg naar voren komt is dat heel erg gezegd wordt, nou, die cijfers van 31 december 2019, ja, die laten we voorlopig daarin leidend zijn. Want nou, 2020 is een heel bijzonder jaar. En dat geldt ook voor ondernemingen bijvoorbeeld die het nu heel erg goed doen. En misschien straks wel weer terugvallen. Hè, want ook daar zijn voorbeelden van dat ondernemingen die het heel goed gedaan hebben in coronatijd, eigenlijk nu langzamerhand weer terugvallen in omzet en dat soort zaken. Dus ik zeg van, nou, we kijken naar 31 december 2019... En dan kijken we naar, financiers zeggen dan, waar kijken we dan naar? Nou, we willen niet dat er een fiscaal verlies is geweest in 2019. Heel belangrijk, want dan hebben we ook met allerlei toezichtregels te maken op het moment dat het wel zo is. Nou, overschrijding van de kredietlimiet in 2019, dat is ook zo'n element wat regelmatig nagekeken wordt. Suppletie, omzetbelasting. Is die niet te hoog? De crediteur en belastingschulden, behalve de vennootschapsbelasting dan, maar zijn er niet oude belastingschulden? En die vordering op die DGA, ja, was die eigenlijk al niet te hoog, om het maar zo te zeggen. Daarnaast wordt er gekeken naar de trends, hoe ontwikkelen bepaalde kengetallen zich nou? Nou, als blijkt dat die kengetallen steeds negatiever worden, dan zeg maar, ja, eigenlijk waren die problemen helemaal niet door corona veroorzaakt. Die problemen zijn eigenlijk door heel andere redenen veroorzaakt. En betekent wel dat men zegt van ja, daar moeten we dan wel met een wat andere bril naar kijken. En dat betekent dat misschien de eis om in te grijpen nog wel belangrijk is dan bij die onderneming die vanuit die coronasituatie weer bezig is met op te starten en uiteindelijk wel weer
lucht en ruimte vindt om te ondernemen. En nou, andere eisen die daarbij gesteld worden, is dat de fiscus weer normaal kan worden betaald. De voldaan kan worden aan die betalingsregeling. Als er overbruggingskredieten zijn of zo. Nou, dat er binnen 2 tot 5 jaar kan worden terugbetaald. Dat iedereen weer normaal betaald wordt vanaf heden. Nou, banken geven heel erg nadrukkelijk aan wel dat ze, zeker als het in het kader van herstructurering van schulden en dat soort zaken. En dat ze ook wel willen dat familie, vrienden, partners of anderszins, dat die ook laten zien dat ze het voortbestaan van de onderneming belangrijk vinden. Dus ook bereid zijn om daar een stukje risico in te lopen. Wat ook belangrijk is, zijn er dan uiteindelijk ook andere business- en verdienmodellen mogelijk? Want dat is ook iets wat elke keer aan de orde komt. Dan hebben we uiteindelijk de in de kern financiële gezonde onderneming. Nou, dit zijn kengetallen en die kun je gewoon invullen voor je klanten. En dan heb je eigenlijk een paar harde signaalwaardes. De solvabiliteit is hier lager is dan 10%. Dat betekent het echt vanuit bankair oogpunt. Ja, dit is crisis. Hier moeten we mee. 20% is eigenlijk. 20% is, vanaf 20% is het oranje. Begint het oranje-groen te worden. Maar lager dan 10% is keihard rood. En dat betekent dus dat je vanuit bankair perspectief echt aan de slag moet om uiteindelijk iets te gaan doen met die herstructurering van die schulden. Nou, current ratio en de debt-EBITDA en de DCR, de vrije kaststroom, gedeelte rente en aflossing. Die kerngetallen die hier staan, die zijn ook hard en die geven ook heel iets aan over die financierbaarheid. Als deze kerngetallen niet gehaald worden, dan kan je in principe stellen dat er geen financiering mogelijk is vanuit de bank, maar ook eigenlijk niet van alternatieve financiers. Dus je zal in je herstructureringsplan ook moeten zorgen dat die kerngetallen minimaal geraakt worden. En wat dat betreft dat je uiteindelijk beter scoort als onderneming. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog de kwalitatieve factoren voor levensvatbaarheid. En dat is iets wat heel nadrukkelijk blijkt in de gesprekken met de banken en met andere schuldeisers, is dat die zeggen, weet je wat, het is voor ons heel belangrijk dat deze elementen ook goed inzichtelijk worden gemaakt. Dat we ook heel goed weten met elkaar wat er wel en niet kan en of er ook met al die zaken rekening is gehouden als het gaat over dat opstellen van dat levensvatbaarheidsplan. Nou, we hebben bij MKB Kredietcoach, Herstructureringscoach, hebben wij al in april verleden jaar, hebben wij al een schema opgesteld op basis waarvan je met je klant het gesprek aan kan gaan afhankelijk van hoe bepaalde situatie is. Dus op het moment dat die onderneming in de kern niet financieel gezond is, nou, dan kan er sprake zijn van een griepsituatie. Je kan in het ziekenhuis liggen en je kan uiteindelijk op de intensive care liggen. Nou, op het moment dat je in dat oranje-rode gebied zit, dat betekent dat je eigenlijk iets met minderlijke schuldsanering moet gaan doen, of naar de WOA moet kijken. En zit je in het rode gebied, dan moet je kijken naar de WOA, of uiteindelijk zelfs naar een faillissement of surveillance of anderszins. Dus belangrijk is dat je goed in kaart brengt van hoe staat mijn klant, mijn eigen klant, op dit moment voor als het gaat over een aantal ontwikkelingen. En daaronder staat ook de adviesrichting, om het maar zo te zeggen. Nou, vanuit de bank weten wij dat de banken geïdentificeerd hebben dat 35-40% van de ondernemingen een business- en verdienmodel heeft wat niet toekomstbestendig is. Dus dat wil niet zeggen dat ze volgend jaar geen brood kunnen eten, maar niet toekomstbestendig is in de zin van dat de komende 3 tot 5 jaar er voldoende cashflow mee kan worden gegenereerd om van te leven. Nou, dat is denk ik wel een heel belangrijk punt. KNVB Koophandel heeft eigenlijk ook soortgelijke indicatoren. Enkel Nederland heeft die indicatoren ook. Dus betekent dat je ook heel kritisch door je klantenportefeuille moet lopen en ook heel kritisch moet kijken van als ik deze cijfers erop loslaat, ik leid deze analyses erop los. Waar moet ik dan echt ook wel het gesprek mee aangaan? En waar kom ik dan uiteindelijk misschien wel aan herstructureren toe? Ook in de zin van dat de schulden moeten worden herstructureerd. Nou, en om jullie een beetje te helpen met die herstructurering van schulden. Welke actie kan ik nou ondernemen bij mijn klant?
Een soort stappenplan hebben we gemaakt om hoe ga je nou om met schulden bij ondernemingen. Nou, stap 1 is, heeft de onderneming hoge schulden die niet terugbetaald kunnen worden? Nou, als dat zo is, dan moet je verder. Gaan we zo naar verder. Als dat niet zo is, nou, weet je, dan hoef je niet meteen actie te ondernemen. Nou, vervolgens moet je identificeren, kunnen de schulden op lange termijn wel worden terugbetaald? Dat betekent dat je een prognose moet maken, betekent dat je een kasstroom moet hebben, overzicht, en dat je op basis daarvan moet kijken, nou, gaat het wel of niet? Nou, als dat niet zo is, ja, dan zeg je van, nou, is de onderneming weer levensvatbaar te krijgen, conform die definitie, als een herstructurering van schulden plaatsvindt? Nou, indien ja, ga dan stap 4 anders naar stap 6. Nou, stap 4, willen schuldeisers allemaal meewerken aan een schuldenakkoord? Nou, op het moment dat er niet te veel schuldeisers zijn, ja, dan is ons advies ook altijd van, ja, werk toe naar een minderlijk schuldakkoord. Daar heb je uiteindelijk daar kom je uiteindelijk het verst mee. Moet ik even eentje terug, sorry, één te snel. Nou, ga dan naar stap 5. Nou, wil de ondernemer zelf de regie houden bij het realiseren van een schuldakkoord? Nou ja, dan is het wellicht handig om niveauprocedure te starten. Want ja, dan zit je meer zelf op de stoel om uiteindelijk allerlei dingen te regelen. Ja, als je zegt als ondernemer, ja, weet je wat, ik zit er dan maar niet meer zitten. Ja, dan kan je misschien beter een surseance van betalingstraject starten. Want ja, dan wijst de rechter iemand aan, een bewindvoerder die met jou als ondernemer mee gaat kijken. Ja, belangrijk is ook om te kijken, onderneemt de klant als zelfstandig ondernemer. Want het maakt nog wat uit of je te maken hebt met een ondernemer die in een rechtspersoon wordt gedreven of in privé. Ja, op het moment dat je zakelijk in de problemen komt als privé ondernemer, ja, zit je privé ook meteen met allerlei zaken. Nou, daarvoor geldt dan, als het ja is, gaan we naar stap 7 en anders dan gaan we naar stap 9. Nou, dan bij stap 7 zijn er voldoende middelen voor een vrijwillig liquidatieakkoord. Je zegt, nou ja, uiteindelijk wil ik toch stoppen met mijn onderneming, maar ik heb ook nog wat geld om iedereen wat aan te bieden, zodat ze na die tijd niet meer achter me aankomen. Nou, dan ga je een liquidatieakkoord onder de WOA uitwerken. Als dat niet zo is, nou, dan ga je kijken als privépersoon. Kan dan een beroep worden gedaan op de WSNP, wet schuldsanering natuurlijke personen. Nou, als dat zo is, ja, dan moet je met de schuldhulpverlener contact opnemen. En als dat niet zo is, ja, misschien moet de ondernemer dan faillissement aanvragen of dat al dan niet met ondersteuning van een advocaat doen. Nou, is de onderneming wel een zelfstandig rechtspersoon? Dat komt uit de vorige vraag, dan zeg je van oké, dan moet je ook kijken of er voldoende middelen zijn voor een vrijwillig liquidatieakkoord. En dan kan je ook weer gebruik maken van die WOA. Dus waar het om gaat is dat je bij schulden altijd bepaalt van nou, A, is betalingsregeling mogelijk? Is er geen betalingsregeling mogelijk? Kunnen we dan herstructureren en dan weer levensvatbaar maken? Nou, als dat zo is, dan kun je in principe de WOA-route ingaan. Blijkt dat dus niet zo te zijn, ja, dan geldt eigenlijk dat je dus uiteindelijk je bedrijf moet liquideren, waarbij je twee opties hebt om het even heel snel te zeggen. Je gaat naar de WOA met een vrijwillig liquidatieakkoord of je gaat uiteindelijk richting een faillissement. Nou, belangrijk is dat je als accountant, als financieel professional, echt die onderneming ook op een goede manier gaat doorlichten, kan doorlichten, met een stukje tooling van Arjaan. Maar ook met de gesprekken die je hebt met de onderneming. En dat je vervolgens die juridische toets natuurlijk ook doet waar Benne het ook over heeft. En dat je op die manier laat zien dat iets juridisch, kwaderingstechnisch, financieringstechnisch en bedrijfskundig uiteindelijk ook kan. Nou, als je zegt ik wil een stappenplan maken voor een schuldenakkoord onder de WOA, dan vind je die hier. Ik ga die niet met jullie allemaal opnoemen, maar hier zie je dan hoeveel dagen je er toch ongeveer op z'n snelst, als je heel snel gaat, mee bezig bent. Je kan natuurlijk ook voor een minderlijk schuldenakkoord kiezen. Nou, dan zie je dat je eigenlijk dezelfde stappen hebt te nemen. En wat daar dus altijd bij komt kijken, is het zogenaamde herstructureringsplan.
En dat eisen aan het herstructureringsplan, en daar heeft Arjan het ook over gegeven, is degene die stemmen, maar ook de rechter, die willen gewoon weten van ja, wat is nou de oorzakenanalyse? Wat is er nou aan de hand? En ook wat heb je er nou aan gedaan om te zorgen dat je daar uiteindelijk uit blijft? Nou, en dan zie je eigenlijk die zaken die ik net al zei bij levensvatbaarheid, die de banken meenemen. En dus ook de Belastingdienst, want de Belastingdienst zegt van wij volgen het spoor van de banken. Dus als de bank uiteindelijk zegt dat ze vinden dat de onderneming levensvatbaar is, dan gaan wij daarin mee. Dus dat is denk ik wel belangrijk, want wij hebben als Belastingdienst onvoldoende mankracht om voor al die bedrijven die langskomen de levensvatbaarheid te gaan beoordelen. Dus daarin vertrouwen op het oordeel van de banken of van een extern deskundige, bijvoorbeeld de accountant, of een financial professional, omdat wij zelf die capaciteit gewoon niet hebben. Maar dan willen we wel zien dat deze elementen allemaal wel zijn meegenomen in het hele verhaal. En hier zien we ook hoe fit de onderneming is om leiding te geven. Nou, dat hebben we net natuurlijk ook gezegd. Dat is ook echt een heel belangrijk punt. Dus men wil echt ook wel weten van gaat die ondernemer het uiteindelijk waarmaken of niet? En als dat niet zo is, nou, dan kan het best wel zijn dat de onderneming nog levensvatbaar is. Maar dat de ondernemer dat niet waar gaat maken en dat dan gezegd wordt, ja, dan willen we toch wel graag dat iemand anders uiteindelijk die onderneming voort gaat zetten in bepaalde situaties. Maar als je zegt, nou, ik wil het vrijwillig doen, nou, een herstructureringsplan, dit moet je in ieder geval altijd uitwerken. En ook als je betalingsregelingen wil doen die wat omvangrijker zijn, en dan praat ik niet over 10.000 euro in 2 jaar tijd, daar gaat het niet om. Maar ik heb nu een onderneming waar we uiteindelijk 500.000 in 3 jaar tijd uiteindelijk gaan uitsmeren, die nu opvorderbaar zijn. Dan willen ze echt wel zo'n compleet plan hebben met prognose en alles, voordat daar uiteindelijk ook op wordt gezegd. Nou, dat brengt me bij het stukje voor iedereen die zegt, ja, weet je wat, ik vind dit eigenlijk wel interessant om bezig te gaan met het begeleiden van ondernemers en ondernemingen met het vraagstukgebied van herstructureren. En dat kan dus herstructureren van schulden zijn, maar kan ook het herstructureren van de bedrijfsvoering zijn, of allebei tegelijk. Nou, daarvoor hebben wij begin dit jaar een leergang ontwikkeld van 10 dagdelen. Echt gericht op de accountant en de financial professional. En wij zijn ook de enige die een opleiding hebben ontwikkeld die zich specifiek op deze doelgroep richt. En wat we echt willen bereiken met die opleiding is zorgen dat de kennis en vaardigheden rond herstructureren van schulden en ondernemingen, dat die kennis ook op een niveau wordt gebracht, dat je ook echt die onderneming verder helpt en dat je ook door partijen in de markt ook serieus wordt genomen. Waarbij we hebben gezegd, uiteindelijk moet het ook mogelijk zijn in voorkomende gevallen. Maar dat is natuurlijk afhankelijk of je een offerte indient bij de rechtbank of anderszins. Maar dat je kan worden benoemd als herstructureringsdeskundige of als observator. Maar dat is een beetje afhankelijk van ook hoe zo'n herstructureringsverhaal eruit ziet. Maar we willen wel zorgen dat je die kennis hebt om dat te kunnen doen. Nou, de tweede ronde starten we op 11 november. En we hebben in ieder geval voldoende deelnemers om te starten. Dus we hebben nu al voldoende deelnemers. Maar als je zegt, nou, ik wil meedoen in deze tranche, nou, dan kan dat. En wil je er meer over weten, dan kan je hier meer informatie vinden op deze link. Dan kan je ook inschrijven. Wil je tussendoor nog meer informatie hebben of van tevoren, dan mag je ook altijd nog naar Bert of naar mij even mailen of anderszins. Dat is geen probleem om contact opnemen. Maar ik hoop dat je gezien hebt dat je accountant professional een belangrijke rol speelt de komende jaren. En denk daarna ook nog wel om ondernemers ook te helpen uiteindelijk relevant te blijven en uiteindelijk ook voldoende levensvatbaar te zijn. Dat was voor dit moment wat ik wilde vertellen. En dan lopen we ook langzamerhand rond 5:30. Dus ik weet niet of er nog hele prangende vragen zijn. Dan kunnen die nog gesteld worden.
Als iemand vragen heeft, unmute even de microfoon. Dat staat voor iedereen nog op mute, veronderstel ik. Ja. Als er nu geen vragen zijn, wil ik voorstellen dat we ons altijd bereiken per mail, app of anderszins. Je kan het ook altijd nog even nalezen van het moment dat je schikt op de website. Ook staan ook de onderdelen van het programma helemaal uitgesplitst met wat je allemaal krijgt en de ervaringen. En je kan natuurlijk altijd met andere deelnemers klankborden die de opleiding hebben gedaan. Dat is ook nog een mogelijkheid. Zijn er nog vragen met betrekking tot het webinar? Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid en inzet. En ik hoop jullie allemaal terug te zien bij de leergang. En in elk geval, dat is onze doelstelling, dat jullie er veel van hebben meegekregen en ook in de praktijk jullie verder kunnen gaan. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus, hartelijk dank allemaal.